Op zaterdag 25 juli gaat in de Hoofdstraat van Hogeloon het slot op de deur van keurslagerij Gooskens. Voor Connie en Marie Gooskens is het na 38 jaar mooi geweest. Voor de leefbaarheid van Hogeloon en de omliggende dorpen zal dit een behoorlijk gemis zijn. Maar om die reden kunnen zij natuurlijk niet open blijven. Nou, sluit maar even de deur. Dan zal ik de deur sluiten voor ons. Een belangrijke dag voor jullie vandaag. Jullie hebben zojuist de winkel definitief gesloten. Hoe voelt dat nu? Ja, apart. Ja, het is best dubbel. Hè. Je hebt nog de hele dag gewerkt en dan om daar met de klanten nog een borrel te drinken achter. En het moet nog een beetje hier vallen. Ik denk dat na een paar weken pas echt doordringt van dan heb je geen winkel meer. Dus maar ja, we zien wel. We zijn nooit anders gewend geweest dan dit. Nee. Hè? Dus, ja. Als je terugkijkt, wat zijn dan eigenlijk momenten die er echt voor jullie uitspringen? Oeps. Ja, toch wel dat we van Helmond naar Hogeloon gingen. Dat vond ik ook wel een hele fijne, omdat ik zelf uit Hogeloon kom. Dat vond ik wel heel fijn om weer terug te kunnen naar Hogeloon. En het feit dat we keurslager geworden zijn, vond ik wel leuk. Ja. Ja. We hebben diverse keer ook aan vakwedstrijden meegedaan, waar we best wel wat prijzen mee gewonnen hebben. Dat is ook altijd wel een stempeltje van, nou, we doen het toch goed. Dus ik vind het gewoon heel fijn dat er zoveel mensen trouw bij ons langskwamen. Ja, vast klantenkring. Ja, echt. Ja, ja. Echt ik hoorde het op zelfs en de sales toe, die hier wekelijks hun boodschappen kwamen doen. Dat klopt, Die waren erbij. Verder, dan kon je niks samen. En we hebben ondertussen ook een webshop gemaakt. En, een klein assortiment van... En wanneer gaat die online, zeg maar? 14 augustus. 14 augustus. Ja. Vanaf 14 augustus kunnen jullie trouwe klanten bij wijze van spreken via de webshop. En dat bestellingen. Dat brengen jullie ook aan huis? Ja, we doen ook bezorgen. Ja. Tot een bepaalde... Ja, een 10 kilometer. 10 kilometer. Ja. Oké. En we hebben begrepen dat jullie geen opvolgers hebben. Jullie kinderen passen ervoor om de zaak over te nemen. Ja, die hebben alle drie zelf een goed beroep. Dus, en je gaf aan dat het een way of life is. Geen 8 tot 5 beroep. Nee, dat schiet, klopt. Ja, het schiet veel vrije tijd in. Veel vrije tijd in. Ja. Het is meer een manier van leven en... Zij hebben altijd wel gezien hoeveel wij gewerkt hebben en hoeveel per se voor hun. In die 38 jaar tijd is de lat toch steeds hoger komen liggen hoor. Wordt, qua kwaliteit, hygiëne. Ja, alles, echt. Qua assortiment ook. Je moet, je moet er steeds meer voor doen om... Zouden jullie nog iets tegen jullie klanten willen zeggen? Jazeker, ja echt. Nou, wij willen ze echt bedanken voor de vertrouwen dat ze al die jaren aan ons gehad hebben. En, we hebben echt heel veel fijne momenten door onze klanten beleefd. Dus met de geboorte van je kinderen en toen we verbouwd hebben en zo. En toen we 30 jaar bestonden. Ja. Wij zijn, kijken we echt heel mooi op terug. Ja. Zeker. Ja. Geeft echt voldoening. Vandaag sluit de winkel, de keurslagerij hier in Hogeloon. En waarom ben je altijd bij Marie en Connie je boodschappen gaan doen? Goede kwaliteit. Goede hè? Kwaliteit. Ja. Betty, je bent al jaren klant hier in de slagerij, bij de slagerij moet ik zeggen. Ja, en het was van vroeger uit altijd al een hele goede slagerij. Het is dorps, maar het is gewoon gezellig, goede producten. Dat is de zoveelste winkel die hier verdwijnt. En ja, het was echt onze slager. Echt heerlijke gourmetten, altijd heerlijk vlees. Altijd perfect en vriendelijk personeel. Dat is ook heel belangrijk. Veel klanten zijn vandaag naar de afscheidsreceptie van Connie en Marie Gooskens gekomen. Zij laten hun natuurlijk niet zomaar gaan. De Hogeloonse gemeenschap is benieuwd wat er straks in het pand gaat komen. Wordt dat de middenstander of krijgt het pand een totaal andere functie? De toekomst zal het uitwijzen.